Zo Jacqueline, ik ben in jouw boom komen staan, want deze boom heb jij gekozen als onderwerp voor jouw kunstwerk. En het hangt er al. Ik zie het al hangen, wat dat betreft is het al wel heel fraai dat we het nu al meteen zien. Hoe ben je eigenlijk aan deze boom gekomen? Waarom deze boom precies? Nou, we moesten natuurlijk allemaal een boom uit gaan kiezen. Ja. En ik vond het heel moeilijk. Dus ik had op Google Maps al een beetje zitten kijken, maar ik heb ook niet zoveel verstand van bomen. Dus ik wist niet van welke boom het precies was. En toen kwam ik voorbij de levensboom en ik denk, nou, dat is wel een hele bijzondere naam. Ja, precies. Dus ja, ik dacht, ja. Die ga ik in ieder geval even bekijken. Ja. En toen kwam ik hier en toen keek ik naar de boom en toen dacht ik van ja, dit... Dat is de mijne. Dit is de mijne, ja. Ja, levensboom is het inderdaad. En Thuja, dus uit de familie van het naaldhout. Nou, dat kun je ook heel goed zien, een beetje coniferachtig. Maar wat zo mooi is, deze staat er al heel lang. En wat die bomen dan allemaal doen, en dan maakt het niet uit of je naaldboom bent of loofboom. Als ze zware takken hebben, dan maken ze een mooie steun. Waardoor dat ze zeg maar weer omhoog kunnen gaan. En deze levensbomen hebben dat helemaal fantastisch. En deze bij het Leienpark al helemaal zoiets prachtig heeft. En jij hebt jouw kunststuk echt gewoon ook in het midden gehangen. Ja. Wat voor materiaal is het eigenlijk? Dat wil ik even weten ook. Ja. Het is huishoudfolie met tape en siliconen. Oké. En jouw werk heet? Echo. Echo. Nou, dat moet je even uitleggen. Ja. Dat moet je even uitleggen. Ja. Nou, de locatie is natuurlijk, hier heeft een rust... Wat was het? Rustoord? Ja, precies, een rustoord heeft hier gezeten. Ja. Er heeft een weeshuis gezeten met opvang van kinderen. Ja, klopt. Ja. En ik heb op internet nogal wat verhalen erover gelezen. En ik dacht, mensen hebben hier intense dingen meegemaakt. Ja. Dus ik dacht, daar wil ik eigenlijk wel wat mee. Ook omdat die boom heeft een soort beschermende, straalt wat beschermends uit. Als je hier ook staat, dan voel je je heel veilig. Heerlijk, hè? Ja, dat voel je echt. Ja. Dus ik dacht, ik wil iets met die herinneringen van die mensen doen en dan met de boom eromheen. Ja. Dus ik heb een lege menselijke huls gemaakt die symbool staat voor die herinneringen. Okay. En dan, zo midden in die boom vind ik het wel precies, goed staan. En dan roept, dan hoor je de echo, dan de klink als je midden zo'n boom staat. Ja. Het is zeg maar van plastic dus, een soort plastic dan. Ja. Werk jij daar altijd mee met dit materiaal? Dus voor jou ook helemaal nieuw dit materiaal? Ja. Dus de boom nieuw, het project nieuw en het materiaal is nieuw. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel een geweldige uitdaging geweest voor jou. Ja, klopt. Het maakproces van het kunstwerk is voor mij ook altijd al interessant proces. Ja. Maar ik vind het wel echt heel, heel erg toepasselijk dat ik dat hier ga doen. Want bij dat rustoord en dan een echo erbij. Ja. En rust, wat je zelf zegt, die levensboom die geeft dat ook. Hè. Dat gevoel hebben we ook allebei, denk ik wel. Nou, ik ben in ieder geval heel erg blij dat je meedoet met onze route kunst en bomen. En ik hoop dat er heel veel mensen die echo van jou, die je hier hebt neergezet, ook ontvangen. Want dat zou het mooiste zijn. Ja, precies. Ik vind het heel leuk om ook met jou hierover gesproken te hebben. Jouw beeld, als de mensen hier gaan stoppen, dan weet ik zeker, hè, de echo, de rust. Ik denk dat ze het heel erg waarderen. Dank je wel voor deze prachtige kunstwerk in deze levensboom. Graag gedaan.